Na verzoening tussen André en zijn zus, is hereniging Rachel en Roxanne nabij. Ontwikkelingen in de showbiz familie Hazes. André heeft weer contact met zijn zus Roxanne. Ze volgen elkaar op social media, en André denkt dat er snel een ontmoeting komt. Ik zag dat zij mij volgde. En toen dacht ik, ga haar terugvolgen, vertelde André aan RTL Boulevard. Want wat is dit eigenlijk ook voor onzin, weet je wel? De verzoening kwam voort uit de speeldate van André's zoon André, 3, en Roxanne's zoon Fender, 2. Onlangs postte zowel Roxanne als Monique een foto van de spelende neefjes. Het bleek niet de eerste keer te zijn geweest. In maart was er Holland Zingt Hazes in de Ziggo Dome en ik was André kwijt en Roxa's hondje Fender, vertelde André aan het Vlaamse tijdschrift Dag Allemaal. Bleek dat ze samen in een kamertje aan het spelen waren. Tja, je merkt dat ze behoefte hebben om elkaar te leren kennen, en dat gaan wij dan niet tegenhouden. Onze familie is al zo klein en dan heeft iedereen nog ruzie met elkaar. Dat mag je die kinderen niet aandoen. André liet weten dat het samenspelen van de jongetjes iets was dat zijn vriendin Monique en Roxanne hadden geregeld. En nu heeft hij telefonisch contact met Rox. Ik heb toevallig net nog een appje van haar, zo over en weer. Dat gaat gewoon rustig aan. We hebben elkaar nog niet gezien, maar dat gaat goed komen. De kans op een ontmoeting is volgens hem groot.